Dag beste kijkers, tof dat je kijkt naar een nieuwe Harry-actie. En ik heb vandaag een hele speciale gast. Dit is mijn buurmeisje, Maaike. Zeg maar even hallo. Hoi. Hoi. En ja, het is mijn buurmeisje, dus ze woont naast me, hier, aan die kant. Ja, misschien eens even, begin misschien een beetje goed, of even goed op te vertellen. Want je hebt natuurlijk een tijdje geleden iets niet zo heel erg leuks meegemaakt. Ja. Want je hebt hier, achter heb je in de hersenstam, daar heb je een tumor gehad, hè? Ja. Ja. En dat was natuurlijk heel veel, een hele tijd naar het ziekenhuis, op en neer, helemaal gek word je ervan. En het eten daar is niet te vreten, dus het is geen pretje, nee, echt niet hoor. Ik denk, want ik had gehoord, je bent helemaal gek van YouTube. Ja. Je bent helemaal gek van allemaal YouTubers. En je hebt natuurlijk ook een favoriete YouTuber, ja, hè? En die heet natuurlijk... Nou, ik zei altijd tegen iedereen dat ik nooit van mijn leven challenges zou gaan doen, hè? Dat ik nooit van mijn leven... Oh, wat een schatje. Dat ik nooit challenges zou gaan doen. Maar dan denk ik, weet je, waarom ook niet? Zullen we gewoon een challenge gaan doen, hè? De Whisper Challenge gaan we doen. En ik zal het even kort uitleggen. Jij weet het denk ik al. Ja. Een beetje wat het inhoudt. Waar het eigenlijk op neerkomt. Je hebt een koptelefoon. Eén zet die koptelefoon per keer, zet de koptelefoon op. En die ander die gaat dan iets zeggen, die gaat iets fluisteren of iets zeggen. En dan moet de ander moet raden wat die persoon heeft gezegd. Als je het woord raadt, krijg je een punt. En dan gaan we kijken wie de winnaar is. En dat is moeilijker dan je denkt. Even kijken, oké, ik begin wel, ja? Oké. Goed, ik geef jou hier gewoon mijn telefoon. En dan kun je gewoon eentje voor mij eruit kiezen. Justin Bieber. Oh nee, is Adele, sorry. Oké, ik hoor niks meer. Je bent gek. Oké, daar heb je hem al gezegd? Ja. Ja of nee? Oké, zeg hem nog één keer. Je bent gek. Ik heb pizza gegeten. Harry is geweldig. Nee, oké. Je bent gek. Ik weet het niet. Wat was? Je bent gek. Je bent gek. Nou, dankjewel. Ja. Die had ik echt niet kunnen raden. Die zit gewoon niet in mijn systeem. Maar nu ben jij. Jij kunt nu een punt verdienen. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Oké, ik word hier toch wel een heel beetje ongemakkelijk van, maar sorry. De kat krabt de krullen van de trap. Ready? Oké. De kat krabt de krullen van de trap. De kat valt van de trap. Bijna. De kat krabt de krullen van de trap. De kat loopt van de trap? Nee, net niet. Nog één keer. De kat krabt de krullen van de trap. De kat valt van de trap? Nee, jammer. Helaas. Je had hem bijna. Weet je wat het was? Nee. De kat krabt de krullen van de trap. Oké, Ed Sheeran. Goeie keuze. Ja, het is mijn muziek, het is allemaal al goed. We zijn hier te voet heen. Oeh, dat is een lange. Ik ben buiten en heb de vogel niet gezien. We zijn hier te voet heen gegaan. Oké, ik ben niet echt van het eten van pizza. Wat was het? Wij zijn hier te voet heen gegaan. Oh, dat dacht ik ook even. Maar was wel goed. Krijg ik dan 1/4 punt? Dat krijg ik ook niet. Hoor je mij? Oké. Wel dus, maar... De tv valt van de trap. De tv valt van de trap. De tv, ja, valt van de trap? Nee! Was hij goed? Nee. Jawel. 1 punt voor Maaike. Maar ja, het maakt niet uit, want ik win toch. Nee. Oké, laat me even focussen. Ja. De kop van de kat vliegt steeds. De kop van de kat vliegt van de daken. Bijna. De kop van de kat vliegt steeds. De kop van de kat vliegt over zee. Nee. Niet? Nee. De kop van de kat vliegt vis. De kop van de kat is goed, hè? Mm-hmm. De kop van de kat viert feest. Ja. Is hij goed?
Is hij goed? Yes! 1-1! Ik krijg er stress van. Oké, nou, deze is niet zo moeilijk. Harry is geweldig. Harry is geweldig. Harry is geweldig. Ja, dat is helemaal goed. In één keer. Ik denk dat je bent inderdaad wel goed. Beter als ik. Is het beter als ik of beter dan ik? Beter dan ik. Oh ja. De tak valt van de bom op het dak. De vieze bom gaat naar huis. Nee. Niet? Oké. Okay. De tak valt van de boom op het dak. Oké, okay, de vlieg van de boom op en neer. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. De tak valt van de boom op het dak. Oh, de vlieg was niet eens goed. Nee. Oh, doet hij het? Ja. Oké, okay, ik moet hem volgens mij iets harder zetten voor haar. Nu komt een hele makkelijke. Gisteren liep ik in Tilburg en zag ik wat mensen lopen, toen zwaaide ik naar ze. Wat? Gisteren liep ik in Tilburg, toen zag ik mensen lopen en zwaaide ik naar ze. Gisteren was ik in Tilburg en zag ik mensen lopen en zwaaide ik naar ze. Oké, okay. Volgens mij is het wel duidelijk. Maaike, de winnaar. Ikke. Nee. Oké, okay, en je prijs? Enzo Knol. Knuffel, die ze van Enzo Knol heeft gekregen. En ik? Ik krijg helemaal niks van Enzo Knol. Nou mensen, dat was de video. Ik hoop Maaike dat je het een beetje leuk vond om te doen. Wat vond je ervan van de Whisper Challenge? Leuk. Ja? Ik vond het ook leuk om jou in te maken. Nou, ik vond het op zich ook wel leuk om ingemaakt te worden. Enigszins. Maar toch Maaike, ik wil je hartstikke bedanken voor het meedoen. Hey, hartstikke bedankt. Ik wil jullie natuurlijk ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En wat moeten de kijkers doen? Abonneren. En? Een like geven. Een like geven. Hey, doe. Een like geven. En ja, voor de rest. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik nog moet zeggen. Jij wel? Doei!